Peter Molenaar, ik ga jou interviewen in het kader van het Oral History project van het ADNG. Waarin we inmiddels nu de 100 naderen. Vrijdag hebben we het 100ste interview met Jan van Hoof. Jij bent de eerste die we via Zoom interviewen. Omdat je zit in Amerika. Er was even sprake van dat we naar Amerika zouden komen. Blijkt toch helaas net iets te kostbaar. Deze serie is nadrukkelijk ook bedoeld voor wat een jongere generatie gedragswetenschappen. Dat die ook met wat oudere rotten uit het vak zeg maar nog kunnen zien hoe zij over het vak denken, hoe ze erop terugblikken en ook nog hopelijk een beetje vooruitblikken. Allereerste vraag is altijd of jij kort iets kan vertellen over jouw achtergrond. Waar ben jij geboren, milieu waarin je bent grootgebracht. En dan zullen we langzaam overgaan naar de studie psychologie die je bent gaan doen. Ja, ik ben in 1946 op 18 augustus geboren in Epe op de Veluwe. Ja. In 1946, dus dat was vlak na de oorlog. Mijn ouders hadden elkaar in de oorlog leren kennen. Ja. En dat huwelijk heeft maar 1 of 2 jaar stand gehouden. Ja. En toen is mijn vader weer vertrokken van waar hij vandaan kwam, in de buurt van Haarlem. Dus mijn moeder heeft mij de eerste 8 jaar alleen opgevoed. Ja. En was altijd arm. We waren altijd arm. Ja. Maar ik kon goed leren op de lagere school. Dus ik, in plaats van te gaan werken naar de lagere school. Dat was destijds gebruikelijk ook? Ja, dat was gebruikelijk. Op het platteland waar ik woonde. Ja. En als je arm was, dan ging je na de lagere school ging je werken. Ja. Maar die bepleitte bij mijn moeder dat ik naar de MULO ging. Dus de onderwijzer, de hoofdonderwijzer van de school. Deed dat. Dat was de hoofdonderwijzer van de lagere school, ja. Ja. En die bepleitte bij mijn moeder dat ik op de MULO ging doen. Toen ging ik MULO B doen. Ja. En dat deed ik met zoveel glans. Ja. Dat de toenmalige leiding van de MULO. Met veel moeite, want we waren heel arm. En mijn moeder was inmiddels weer getrouwd. Ja. En had andere kinderen. Ik had halfbroers en halfzus. Ja. Die bepleitte bij mijn moeder dat ik doorging naar de HBS, HBSB. Yeah. En toen moest ik in de zomervakantie, moest ik vooral organische chemie en dat soort zaken bijleren. En toen begon ik in de 4e klas van de koninklijke HBS Prins Hendrik in Apeldoorn. Yeah. En ik deed 4B, dus ik kreeg heel veel wiskunde. Yeah. En het hoofd van die school, Dr. S. Hof, die gaf wiskunde. Ja. En die ontdekte bij mij zoveel wiskundige inzicht. De wiskundeknobbel. De wiskundeknobbel. Omdat hij wist dat ik van een hele arme achtergrond kwam. Dat hij na dat eerste jaar, dus de 4e klas, voor mij had geregeld dat ik wiskunde zou gaan studeren in Delft. Ja. Het was geldelijk, het hele traject was vastgelegd. Maar twee belangrijke. Ik was heel erg onder de indruk van mijn wiskundige capaciteit. Maar twee belangrijke figuren voor jou dus. Die hoofdonderwijzer die stimuleert dat jij niet gaat werken, maar dat je naar de MULO gaat. Ja. En die meneer Hof die jouw wiskundige inzicht erkent en stimuleert. Ja, ja. Dat is ook een beetje geluk hebben of zo. Dat je die mensen treft. Toch? Ja, zeker. Maar toen sloeg het noodlot toe. Ik was toen 17 en ik zat in de 5e van de HBS. Yeah. En toen kreeg ik een urenlange epilepsieaanval. Ach. En ik kort en goed, ik geraakte in het psychiatrisch ziekenhuis in Zwolle. Yeah. En ik werd daar na een jaar van allerlei gruwelijke kuren, inclusief elektrische shocks en chemoshocks. Dan kreeg je insuline ingespoten en dan kwam je onder de spanlaken terecht. En dan, maar in die tijd, net zoals uit die beroemde film One Flew Over the Cuckoo's Nest. Dat heb ik allemaal meegemaakt. In dat iets meer dan een jaar was het. En na iets meer dan een jaar werd ik ongeneeslijk verklaard. En verdween ik naar ziekenhuis Veldwijk. Jezus, om voor altijd te worden opgesloten. Jezus. Maar daar had ik weer geluk. Daar was in het sanatorium. Maar als je daar arriveerde, kwam je terecht in het sanatorium. Ja. En de dokter daar, dat was een heel modern psychiater. Yeah. En
Hoewel ik daar kwam met het etiket ongeneeslijk ziek, ongeneeslijk psychotisch, begon hij eigenlijk weer van vooraf aan. En hij probeerde allerlei geneesmiddelen uit en dan kwam hij iedere week langs en dan vroeg hij hoe voel je je en zo, want je zat daar met een heel stel patiënten. En toen had hij me haloperidol gegeven blijkbaar en dat had een enorm effect op mij. Dat heeft me geholpen om na jaren strijd weer uit dat instituut te geraken. En terwijl ik op Veldwijk zat, heb ik het eindexamen HBSB gedaan. Ik reisde op en neer tussen het ziekenhuis en Apeldoorn om het mondeling te doen. En het schriftelijk ook. En, waar kan die motivatie vandaan? Om dat te blijven. Je wilde je vrij vechten of zo? Om dat examen te doen, dat was een idee van die psychiater daar op Veldwijk. Ik was geslaagd en s'avonds ging ik weer terug met de trein en ging ik weer in dat sanatorium. Ja. Dus ja, het was. Maar goed, na heel veel jaar strijd en veel haloperidol en allerlei andere behandelingen, ben ik eruit geraakt en ben ik gaan studeren, want ik wilde weten wat er met mij was gebeurd. Ik wilde psychiatrie gaan doen. Ja. Maar zeiden ze, dat duurt veel te lang en je bent al wat ouder. Ik was inmiddels zo'n 23. Ja. En ga dan maar psychologie doen. En toen ben ik psychologie gaan studeren in Utrecht. Ja, maar echt omdat ik nog steeds veel van wiskunde hield, kwam ik al gauw terecht in de functieleer en de mathematische psychologie. En van daaruit ben ik verder gegaan. Maar jouw motivatie om psychologie te studeren, die was in eerste instantie autobiografisch gericht. Wat is er met mij aan de hand? Alles te maken met die enorme. Want ja, ik kwam van heel ver. Ja, ik heb jarenlang ontzettend veel angst gehad. Ja, angst voor niets, maar ja, ik was enorm angstig. Ja. Ja, ja, ja. Op in Utrecht, wat was je voor student? Ik moet meteen al opgevallen zijn, want in die tijd waren daar Piet Vroon en Ed Kuster. Die grote colleges. Ja, ja. En ik hoorde later dat als ik eens wat later binnenkwam, dat ze wachten tot ik er was. Ik had blijkbaar altijd interessante vragen. Ja. Ed Kuster, de geurtje geloof. Nou ja, Piet Vroon, ik heb een biografie van hem geschreven. Jij hebt destijds het voorwoord ervan gemaakt. Ja. Wat heb je voor herinneringen aan Piet Vroon en aan Ed Kuster? Zijn die ook vormend geweest voor jouw belangstelling binnen de psychologie? Of? Nee, niet zo. Ze waren allebei erg functieleergericht. Ja. En ik was toch meer gericht op de wiskundige toepassingen. En dan vooral in de psychofysiologie, in het EEG-onderzoek. Ja. Dus ik werkte daar veel samen met Verbaten. Die was daar toen nog leraar. Rieverbaten, de ja. Ja. Ja, dus daar lag meer mijn interesse. En op die onderwerpen ben ik ook afgestudeerd. Ik had ook altijd interesse in filosofie. Yeah. En ik heb toen ook nog een bijvak filosofie gedaan. Yeah. Waar ik ben bevorderd tot leraar in de modale logica. Ja. Yeah. Maar ik heb dat niet volledig afgemaakt. Zijn er leermeesters voor jou geweest in die tijd dat je studeerde, dat je psychologie studeerde? Was Verbaten voor? Was het dan, zie je als je nee, terugblikt? Nee, Verbaten. Nee, Verbaten die. Dat was niet de eerste inspiratie. Nee, de belangrijkste inspiratie kwam eigenlijk van mijn latere promotor, Rob Stobbering. Ja. Die mijn interesse in statistisch modelleren heel erg heeft beïnvloed. Yeah. Die heeft mij gezet op tijdserieanalyse. Yeah. En dat is later ook mijn promotieonderwerp geworden. Dynamische factoranalyse. Yeah. Dat is een toepassing van factoranalyse op tijdseries. Yeah.
En, dat was... en Rob was daar zelf op gepromoveerd. Yeah. Hij was gepromoveerd op decompositie van univariate tijdseries. Yeah. En hij vroeg mij om dat multivariaat te maken. Yeah. En zo is mijn proefschrift begonnen. En yeah. toen ben ik in aanraking gekomen met een boek wat enorm belangrijk geweest is in mijn yeah. carrière. Dat yeah. is van David Brillinger. Yeah. Time Series Analysis of yeah. David Brillinger. Yeah. Dat is een prachtig boek. Yeah. Het beschrijft tijdseries, stationaire tijdseries in het frequentiedomein. En bespreekt alle analoge statistische technieken voor de zeg maar, gewone between subject statistiek. Kan je dat met ANOVA van tijdseries, principale componentenanalyse van tijdseries, enzovoort, enzovoort. Kan je dat met een voorbeeld een beetje toegankelijk toelichten? Wat dat psychologisch zo interessant maakt? Oh, ja, dat heeft te maken. Kijk, ik heb in verschillende onderwerpen bijgedragen aan de psychologie. Ja. Met name de ontwikkelingspsychologie. Ja. Een van die onderwerpen is yeah. ook de reden geweest waarom ik in 2005 naar Penn State ben gegaan. Yeah. Dat is dat verhaal over ergodiciteit. Yeah. Ergodiciteit, een ergodisch systeem, yeah. dat is een systeem dat als je één systeem volgt in de tijd, yeah. en je voert daar je statistische analyse uit op die binnen systeemvariatie, yeah. en je vergelijkt dat met de resultaten met dezelfde metingen, maar nou gemaakt op een sample van homogene systemen. Yeah. Dus dat is between subject of between system variation. Yeah. Dat als die resultaten uit die statistische analyse hetzelfde zijn, yeah. asymptotisch, yeah. dan is een systeem ergodisch. Yeah. En mijn stelling is altijd geweest dat psychologie is de wetenschap van individuen. Ja, ja. Het is niet de wetenschap van grote groepen, dat is ja. Sociologie. Ja. Het is de wetenschap van het individu. Ja, ik heb jou... Maar onze statistiek, is... de manier waarop we standaard psychologisch ja. onderzoek uitvoeren, ja. is dat we veronderstellen een populatie, een homogene populatie. We trekken een steekproef van subjecten uit die populatie. We doen ons onderzoek op de gegevens van die subjecten. Yeah. In dat statistisch modelleren poelen we over die subjecten. Yeah. Alle individualiteit van die subjecten verdwijnt in dat yeah. poelen. En dan krijg je een gemiddeld resultaat. Yeah. En dat wordt toegepast op elk van die individuen in die sample en yeah. in de populatie. Yeah. En volgens mij was dat kon je alleen maar doen, want je wilt tenslotte psycholoog zijn. Je yeah. wilt yeah. uit die... Die data die zijn verkregen uit analyse van tussensubjectvariatie, ja, ja. die wil je toepassen op de binnensubjectvariatie. Ja, ja. Maar dat mag alleen als een systeem ergodisch is. Ja. En een systeem is alleen ergodisch als die voldoet aan hele strikte voorwaarden. Ja, ja. En voor normaal verdeelde data is dat de tijdseries stationair zijn ja. en geen cycli ondergaan en geen ja. trends enzovoort. Ja, ja, ja. Nou ja, in werkelijkheid ja. zijn alle tijdseries niet stationair. Stationariteit, dat is een idealisatie om je statistiek te kunnen plegen met tijdseries. Hoe is dat idee bij jou zo ontstaan dat psychologie echt een ideografische wetenschap moet zijn? He, want je hebt het ook... Ik heb Dat manifesto, wat is de titel ook alweer? Ik ben de titel vergeten. Manifesto on Psychology as Audiographic Science, Bringing the Person Back into Scientific Psychology. This Time Forever. This time forever, ja. Ik heb het wiskundig bewijs voor de noodzaak van de ideografische methode in de psychologie. Die heb ik bij me. Ja. Want ja, ergodiciteit komt uit de fysica. Ja. Ik kende het concept uit de statistische fysica. Ik ben altijd heel... Ik heb altijd van alles en nog wat... Dat weet ik. Maar ik heb het destijds gelezen. Ik heb het ter voorbereiding op ons gesprek heb ik het weer herlezen. Ik heb er een idee bij van dit is echt de essentie waar psychologie om gaat. Maar ik vind het verdomde moeilijk om het te begrijpen, als ik eerlijk ben. En de wiskunde kan ik niet, ja, die vind ik gewoon moeilijk om te volgen. Terwijl ik tegelijkertijd
intuïtief voel ik wel aan van ja, dit is waar het om gaat met de psychologie. En het gaat inderdaad volgens mij om het individu. Ja. Maar ik denk dat... Als ik even mag generaliseren vanuit mezelf, ik denk dat veel psychologen het gewoon boven de pet gaat. Ik denk in het algemeen kun je toch stellen dat de variatie onder psychologen qua methodologische kennis, qua statistische kennis, qua wiskundige kennis, dat die nogal verschilt. Maar is dat ook niet een probleem van de wetenschappelijke psychologie? Dat die variatie tussen psychologen over statistiek, over methodologie zo enorm verschillend is? Ik denk dat de psychometrie, want daar spreken we dan, ja, denk ik, hier over, ja, kennis van de psychometrie, ja, dat die in het algemeen door mijn collega's heel goed over het voetlicht wordt gebracht. Nou ja, de Nederlandse psycholoog... Ik ben jarenlang lid geweest van de SMEP. Ik ben officieel nog steeds lid. Ik ben president geweest van de SMEP. Ja. De Society of Multivariate Experimental Psychology. Ja. Gesticht door Cattell. Ja. En waar je alleen op uitnodiging lid van kunt worden. Aha. En ik ben daar ook president. Nou, en binnen die society, daar was heel veel aandacht voor het lesgeven in de onderwerpen die ons vak betroffen. Ja, ja. Even terug naar jouw leermeester Rob Stobbrink. Was hij een wiskundige of was hij psycholoog ook? Hij kwam van de Universiteit van Tilburg. Ja. Hij was dokter-ingenieur. Dus waarschijnlijk geen... Dus zijn proefschrift was puur statistisch. En is hij degene ook geweest die gemaakt heeft dat jij in de wetenschap carrière zou gaan maken? In termen van carrièrevorming heeft hij niet erg bijgedragen aan mijn carrière. Nee, dat niet. In die tijd werkte ik in Amsterdam, bij de Universiteit van Amsterdam, fulltime. Ja. En ik deed die dissertatie in mijn avonduren. Oh, is dat en zo? In de weekends. Ja. En we hadden dan ongeveer wekelijks overleg. Ja. Ik werkte bij de Universiteit van Amsterdam. En daar was een regeling, als je binnen 4 jaar promoveerde... Ja. Dan werd je UHD, zoals dat toen heette. Dan ging je belangrijk vooruit in salaris. Ja, dus ja. Ik wilde binnen 4 jaar die dissertatie afronden. Ja. En na 3 jaar was ik klaar met mijn werk. Ja. Maar hij bleef maar uitstellen. Hij bleef maar nieuwe varianten van hetzelfde proefschrift vragen. En in die tijd werkte ik in Amsterdam met de vakgroep van Rob Stobbrink was in Utrecht. Ja. En daar werkte ook ingenieur Koppelaar. Ja. En die was ook bezig om bij hem te promoveren. Ja. En die nam mij in vertrouwen en die zei, ik heb datzelfde liedje met hem al jaren. Ja. En hij blijft mijn promotie maar uitstellen. Ja. Koppelaar is jaren later uiteindelijk gepromoveerd bij Mellenberg, bij de aan de UvA. Ja. Ja. Maar niet bij Rob Stobbrink. Ja. Ja. Maar ik was in die tijd getrouwd met een dochter van een heel welgestelde beeldhovenaar. Een directeur van een oliemaatschappij of zoiets. Dus we hadden die wekelijkse telefonische gesprekken, Rob Stobbrink en ik. En we hadden weer een gesprek. Yeah. En daarin beloofde hij weer dat dit dan de laatste versie zou zijn. En dat ik dan zou promoveren. Yeah. En... toen heb ik hem later erop gewezen dat hij dat had beloofd en dat ontkende hij toen. Ja. En toen zei ik, ja, maar ik heb van mijn schoonvader heb ik een apparaat gekregen om dat gesprek op te nemen. En ik heb het opgenomen. Dus je bent nu verplicht om het te doen. En zo is hij tenslotte, is hij over de streep gehaald. Ja. Ja. Kijk, hij wilde dat het getypt zou worden op zijn kantoor, het proefschrift. En het vorderde maar niet. Ja. Ja. En de promotiedatum naderde en ik moest het voortijds drukken enzovoort. Ja. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan, heb ik aan die secretaresse gevraagd, geef mij de kopie, ik doe het zelf. Ja. En toen heb ik in een heel lang weekend, heb ik dat proefschrift helemaal uitgetypt, inclusief de figuren. En toen naar Enschede gebracht om gedrukt te worden. En zo is die uiteindelijk over de streep gegaan.
Die motivatie in jou, die je nou beschrijft. Als je terugblikt, zit daar dan ook iets van... Je vertelde in het begin van ons gesprek dat je in armoede grootgebracht bent. Je kon carrière maken als UAD, dus hogerop komen. Speelde zoiets mee als je terugblikt daarop? Dat daar je motivatie vandaan komt om hard te werken en het proefje klaar te krijgen? Nee. Ik werkte hard omdat ik ontzettend geïnteresseerd was... In de onderwerpen waarmee ik me bezig hield. Ja, dat doe ik nu nog. Ik ben nu nog iedere dag aan het lezen. Ja, ja. En aan het denken. Nee. Dat was uit pure interesse. Ja, Want het is natuurlijk een prachtig onderwerp. Toepassing van wiskundige modellen op menselijk gedrag in het algemeen. Ja, ja. En dat was rond de tijd van Wundt. Was het. Dat is een heel groot filosofisch vraagstuk. Kun je de geest wel meten? Kan je die meten? Wat is jouw antwoord erop? Ik heb begrepen dat de beroemde geometer Riemann... op een probleem is gepromoveerd dat gelieerd was aan die vraag. Kun je de geest kwantificeren? Ah. En ik vind het nog steeds in laatste instantie een heel moeilijk te beantwoorden vraag. Ja. Of dat kan. Ja, ja. Maar ja, goed, we kunnen een heleboel onzekerheid tegenwoordig kunnen we vangen in errortermen. Dus we kunnen... En ik ben altijd... Ik weet hoe ingewikkeld en onregelmatig een mens in elkaar kan steken. Ja. Dus als je dan wetmatigheden vindt in de psychologie... dan heb ik daar een heel groot vertrouwen in die technieken waarmee dat is gebeurd. Ja. En ja, dus de psychometrie en statistische tijdserieanalyse... Dat heeft me altijd enorm getrokken. Signaalanalyse, zoals ingenieurs dat noemen. Ja. Ik heb hier in Penn State redelijk veel samengewerkt met ingenieurs. Ja. Want die gebruiken... Kijk, in mijn psychometrische werk... Ja. Was ik heel sterk geleerd aan het Lisserel-model. Ja. Lisserel was het allereerste structurele vergelijkingsmodel... wat je actueel kon fitten op data. Ja. En ik heb altijd mijn lessen... om Lisserel heen gebouwd. Omdat het onderliggende model van Lisserel is de general linear model. Yeah. Dus al die aparte technieken zoals regressieanalyse, variantieanalyse enzovoort, dat zijn allemaal varianten van het algemene lineaire model. Yeah. Dus met Lisserel kon je dat allemaal doen. En een van de toepassingen uit mijn proefschrift was ook dat je Lisserel kon toepassen op NS1 tijdserieanalyse. Ja. Yeah. Ja, ik weet niet hoe ik hier nou kwam, maar... Jij bent ook... dat is een vraag die ik net vergat te stellen. De Nederlandse psychometrie, die staat internationaal hoog aangeschreven. Diverse presidenten van de Psychometric Society, dat waren Nederlanders. Wat is jouw verklaring dat die Nederlandse psychometrie zo hoog aangeschreven staat? Hoe komt dat, denk je? Dateert dat nog van Adriaan de Groot? Of? Adriaan de Groot was mijn voorganger bij Amsterdam. Methodeleren in Amsterdam, ja. Dus ja, ik heb zijn boek ook gelezen. Dat vond ik een heel interessant boek. Ik denk dat het te maken heeft met het verschijnsel HBSB in Nederland. Dat heel veel... van dat soort talent heeft teweeggebracht. Ja? Dus ik betreur het erg dat het niet meer in die vorm bestaat. Het was heel, heel instructief en heel enthousiasmerend. Ja. De HBSB-opleiding, die zie je als verklaring voor het succes van de Nederlandse psychometrie. Ook voor de fysica natuurlijk en voor al die andere gebieden. Maar ik denk dat... Want in mijn tijd... Kreeg je geen statistiek op de middelbare school. Ja, dat was het niet. Ja, het was er wel, maar je kreeg het niet. Ja, ja. En het was meer de algemene blik op de wiskundige toepassingen die er bestaan, die je bij de HBSB kreeg. Dat heeft te maken met het hoge niveau van de statistiek in Nederland. Ja.
En we hebben natuurlijk geweldige figuren gehad hier in Nederland. Ik denk bijvoorbeeld aan mijn voorganger, Don Mellenberg. We waren ook altijd heel erg goed in het onderwijs, in de statistiek. Mm-hmm. Ik heb een kleine 30 promovendi. En die zijn allemaal, bijna allemaal, heel goed terechtgekomen. Eentje daarvan, Han van der Maas, is me opgevolgd als hoofd van de afdeling psychologische methodeleer. Dus de wiskundige blik die je bij de HBSB kreeg en het bestaan van belangrijke individuen in de Nederlandse. Had jij echt ambitie om hoogleraar te worden? Of ging dat gewoon... Altijd ambitie gehad om hoogleraar te worden. En ook om hoogleraar naar in Amerika te worden? Want je zit nu sinds 2004 zit je in Pennsylvania State University. Wil je heel graag naar Amerika? Ik heb hier met heel veel plezier sinds 2005 gewerkt. Yeah. En ik heb hier ook heel veel op poten gezet. De groep die ik hier heb opgericht, die wordt nu geleid door Simin Chow. En dat is een heel bekende psychometica. Katie Gates was een van mijn graduate students hier. En die is nu bij de University of Virginia. En die is heel bekend in de analyse van fMRI-data. Yeah. En geavanceerde toepassingen van tijdseriemodellen op heterogene subjecten. Ik heb heel veel nu hoogleraren aan de Universiteit van Amsterdam. Die hebben een promotie bij mij gedaan. Heb je voor jezelf meer mogelijkheden gekregen in Amerika als psycholoog? Meer dan in Nederland? Ja, kijk, in Nederland begon ik helemaal aan de onderkant van de schaal. Yeah. Ik begon in het Vondelpark, ontwikkelingspsychologie. Yeah. Toen de tijd geleid door Rita Vuijk. Yeah. En ik was daar binnengehaald om eigenlijk toegepaste tijdserieanalyse te doen. Yeah. En ik was daar UD, laagste rang. Yeah. En toen ben ik meteen begonnen met mijn promotieonderzoek, want ik wilde zo snel mogelijk UHD worden. Yeah. Want dan kon ik mijn hypotheek betalen in Utrecht. Dus ik ben daar meteen begonnen met mijn promotieonderzoek. Maar ik weet nog dat ik werd aangenomen en er werd als het ware gesuggereerd, ach, je hoeft niet te publiceren. Dat werd in feite met een kleine ondertoon gezegd, ja, dat hoeft niet. Ja. Dus ik had daar niks gepubliceerd, maar ik werkte wel aan mijn dissertatie. Ja. En toen kwam er weer een reorganisatie op gang gezet door Jan Elshout, mijn eindeloze tegenstrever aan de Universiteit van Amsterdam. Ooit mijn promotor. Ja, god Jan. Jan en ik gaan zo ontzettend lang terug. Maar die had een reorganisatie van methodeleer in gang gezet. Yeah. En hij rekende mij als lid van methodeleer. Yeah. En toen ben ik gered door een nieuwe recruit aan de ontwikkelingspsychologie. Yeah. Maurits van der Molen. Yeah. En die heeft ervoor gezorgd dat ik niet werd gerekend tot de methodemensen, maar tot de ontwikkelingspsychologie. Yeah. En daar met Maurits heb jij ook heel veel samen gepubliceerd, hè? En omdat ik verwachtte, omdat ik niet wist dat het goed zou aflopen, dat ik bij ontwikkelingspsychologie zou blijven, ben ik gaan publiceren en heb ik mijn eerste publicatie in 1985 gehad in Psychometrica. Ja. Want ik wilde een beetje een gezicht hebben op de arbeidsmarkt. Want ik ben toen nog uitgenodigd voor een gesprek om te komen bij een research instituut ergens in de buurt van Delft voor statistische analyse. Ja, en dat heb je uiteindelijk niet gedaan, want je wilde... Nee, want ik kon blijven. Ja, en ik wilde wetenschappelijk onderzoek doen. Dat heb ik altijd gewild. Ja, ja.
Ja. Maar werk je anders in Amerika dan in Nederland? Gewoon, heb je meer mogelijkheden? Ik bedoel, is het... De hele organisatie zit hier redelijk anders in elkaar dan in Nederland. Kijk, in Nederland, je dient een project in de MBO of bij de universiteit. Als het wordt geselecteerd, dan zet je officieel een advertentie. Yeah. Of je hebt je eigen kandidaat, maar ik denk dat je officieel een advertentie moet zetten. Yeah. En dan selecteer je iemand en die betaal je dan om dat helemaal uitgewerkte plan uit te voeren. Yeah. In de vorm van een dissertatieonderzoek. Yeah. Nou, hier in Amerika is dat totaal anders. Ten eerste, de graduate students die betalen heel veel geld om te mogen promoveren. Yeah. En die komen hier in een soort school, de graduate school. Ja. En daar hebben ze wel voorkeur members van die school, die ze dan als advisor prefereren. Maar in feite krijgen ze ook lesonderzoek. Wordt hen ook lesgegeven en ze worden continu, krijgen ze grades. Ja. En ze zetten dan ook hun eigen onderzoek op, meestal in samenspraak met een kleine commissie. En dat onderzoek dat moet nieuw genoeg zijn. Dat mag niet bestaan uit bestaande publicaties. Ja, ja. Want anders zegt de promotiecommissie, dan kunnen wij geen invloed meer uitoefenen. Dus ik vind dat allemaal onterechte redenen. Maar goed, dat is nou eenmaal zoals die gaat. Ja, ja. En dan promoveert ze wel. Maar die promotie, dat is maar een klein stapje in het hele carrièreproces. Ja. Want wat ga je daarna doen? Word je postdoc of ga je meteen de markt op? Dus de details zijn hier totaal anders. Ja. En vergeet niet, als je onderzoeksgeld krijgt van buiten, in Nederland moet je dat inleveren bij het universiteitsbestuur. Hier krijg je een eigen rekening en een eigen kaart en je kunt het allemaal zelf regelen. Ja, ja, je moet het natuurlijk wel verantwoorden. Ja, ja. Maar je bent in principe baas over je eigen geld. Ja. In Nederland had ik eindeloos MBO gesubsidieerd en KNW gesubsidieerd onderzoek. Ja, ja. Maar al dat geld ging naar de universiteit. Ik heb daar nooit een cent zelf van gezien. Ja, 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 ja. Ik zag in de voorbereiding, je hebt heel veel gepubliceerd. Hoge H-index, hè? Als je al de wetenschappelijke criteria waar je op wordt afgerekend tegenwoordig. Als je terugblikt, waar kijk je met de meeste voldoening op terug in jouw wetenschappelijke carrière? Is dat artikel, die Manifesto on Psychology as Audiographic Science? Of is het een bepaalde promotie? Of is het een idee wat je gehad hebt? Of wellicht een verkeerd idee? Ik heb een aantal algemene belangrijke bijdrage geleverd aan de wetenschappelijke psychologie. Yeah. En eentje daarvan is de toepassing van structurele vergelijkingsmodellen op gedragsgenetisch onderzoek. Yeah. Dat we werden in het begin samen met Dorette Boomsma en Conor Dolan, werden we de Amsterdamse school genoemd. Yeah. Dus dat zie ik als een belangrijke bijdrage. Yeah, yeah, yeah. Want toen we begonnen werd dat niet gedaan. Dat was echt vernieuwend. En er is toen op basis van die toepassing, of althans geleerd aan die toepassing, is er toen een summer school georganiseerd, eerst aan de Universiteit van Leiden door Dorette Boomsma. En ik was daar ook bij betrokken. Yeah. En daar waren de eerste summer schools voor BGA, voor Behavior Genetic Analysis. En dat was een week lang. En dan werden allerlei computeropdrachten uitgevoerd en zo. Yeah. En die is nu overgenomen door de BGA, de Behavior Genetic Association. Yeah. En die loopt al jaren en dag in Boulder en gaat nog steeds door. Dus daar heb ik mede aan de wieg gestaan. Yeah, yeah. De tweede belangrijke toepassing in mijn leven is de toepassing van de catastrofentheorie. Ja, met Han van der Maas. Op het modelleren en onderzoeken van stadiumgewijze ontwikkeling. Ja. En ik zat natuurlijk bij ontwikkelingspsychologie UvA. Dus dat was de oude vakgroep van Rita Vruik. Ja. Dus dat was het Piagetiaanse stadiumgewijze ontwikkeling. Ja. En dat heeft enorm veel bijgedragen aan het begrijpen van hoe ontwikkelingsprocessen lopen. Dat die bifurcaties die in niet-lineaire dynamische
systemen meestal spontaan op emerge, dat die wezenlijk bijdragen aan het ontwikkelingsproces. En dat ontwikkeling niet lineair gaat, maar juist heel erg sprongsgewijs. Ja, heel erg sprongsgewijs. Ja. Met allerlei kenmerken van complexiteit die niet lineaire dynamische systemen. Ik heb zelf ook ontwikkelingspsychologie gestudeerd en er werd altijd van uitgegaan. Dan zit je in deze fase, dan zit je weer in die volgende fase. Is die toepassing van de catastrofentheorie op ontwikkeling, zie je dat als een soort paradigma wisseling binnen de ontwikkelingspsychologie? Ik zie het als een heel belangrijke methodologische bijdrage in het onderzoek naar stadia, echte stadia. Ja. En dan doe ik de assumptie dat die stadia van Piaget, dat die vergelijkbaar zijn met die plotselinge transities die door de catastrofentheorie worden beschreven. Ja. En de catastrofentheorie is een hele algemene, een topologische, wiskundige theorie. Ja. Een theorie over de oertype van plotselinge overgangen. En wij vonden in de kustcatastrofe allerlei kenmerken die overeenkwamen met empirisch onderzoek naar cognitieve stadiumgewijze ontwikkeling, met name vanuit het pre-operational naar het concrete operational stadium, zo rond het zesde jaar. Dat was een enorme hoeveelheid empirisch onderzoek. En uit die catastrofentheorie kun je indicatoren voor het ontstaan van catastrofes kun je afleiden, de zogenaamde catastrofeflex. En we vonden allerlei empirisch onderzoek dat klopte met die catastrofeflex. Dus één catastrofeflex was natuurlijk een plotselinge transitie, maar dat was niet de enige. Ja. Het had ook te maken met een plotselinge gevoeligheid voor kleine perturbaties en dat soort zaken. Ja. Peter, en dat was waargenomen. Dat was waargenomen in longitudinaal onderzoek bij kinderen tijdens een transitie. Ja. Dus ja, die catastrofentheorie, die tenslotte heeft geresulteerd in een publicatie in Physica B. Ja. Ja. Stochastische catastrofentheorie. Ja, dat zie ik als een bijdrage. Ja. En de laatste en wellicht belangrijkste is die ergodiciteits-issue. Omdat je daarmee het dichtste komt bij het begrip wat ontwikkeling nou echt is, of wat verandering nou echt is, of zo? Dat psychologie een wetenschap is van individuen. Ja, ja. Van individuele cognitie en individuele ontwikkeling en individuele persoonlijkheid. En dat je natuurlijk graag overeenkomsten zou willen maken. Dus we hebben bovenop die NS1 tijdserieanalyse allerlei clusterachtige technieken geponeerd. Of zogenaamde mixed modeling of tijdseries. Ja. Zodat je wel degelijk kunt bepaalde patronen gaan generaliseren over personen. Ja. Maar de patronen, de basispatronen die het betreft, zijn altijd patronen van intra-individuele variatie. Ja, ja. Dat is de basis. Ja. En niet variatie tussen personen. Is dat ook een reden? Er zou een replicatiecrisis zijn in de psychologie. Is dat ook bijvoorbeeld een reden dat die er is, dat er gewoon veel te weinig aandacht zou zijn voor die ergodiciteit? Of dat de replicatiecrisis kan verklaren, dat weet ik niet. Dat ideografische methoden een betere bijdrage leveren tot de kennis van bepaalde individuen, daar ben ik van overtuigd. Ja, ja. Je deed in dat artikel, dat manifesto waar we het al over gehad hebben, best wel, vond ik, een bouwde voorspelling. Giving the ongoing spectacular increase in computational capacity and facilities, it can be predicted that in the near future it will be possible to continuously assess and store the unfolding life history of each individual. Ja, heb je zelf opgeschreven. Maar als ik dat zo lees, vind ik dat ook best wel iets angstaanjagends hebben of zo. Oh ja. Kijk,
Als je tijdseries hebt en je kunt onderscheid maken in te manipuleren variabelen en gemanipuleerde variabelen, ja. Onafhankelijke en afhankelijke variabelen, ja. Dan kun je met wiskundige controletheorie dat systeem in gewenste richtingen sturen. En dat kun je online doen. Ja. Dus je trekt het systeem en onderwijl stuur je het bij. We hebben datzelfde idee hier ook toegepast op diabetisch onderzoek. Die hebben die insulinepompen. Yeah. En die kun je met optimale controletheorie en continue sensoring van de bloedglucose en de food intake, kun je die insuline toediening, die kun je optimaal in de tijd controleren. Ja. Yeah. Ja, dus er zit een mogelijkheid tot manipulatie in, ja zeker. Ja, ja. Ben je daar zelf bang voor? Of Nee, totaal niet. Nee. Er is natuurlijk altijd een mogelijkheid. Je weet het maar nooit. Maar ja, dan zou iemand over echt super algoritmes moeten beschikken om al die miljarden lopende algoritmes tegelijkertijd te beïnvloeden in de door hem of haar gewenste richting. Ja, dat is goed. Maar nou ben ik zijn naam kwijt. Rich Lerner. Ik heb hier in de States veel samengewerkt met Rich Lerner. Ja. En dat is een ontwikkelingspsycholoog. Uh-huh. En van enige faam. Hij heeft ontzettend veel boeken gepubliceerd. Uh-huh. Hij is nu ook hoofdeditor van het handboek. Of Developmental Psychology of Developmental Science. Of hoe het ook is. En ik, heb daar, ik ben daar co-editor geweest van het eerste deel. Dus ik heb heel veel met hem te maken gehad. Maar toen hij mij dit verhaal hoorde vertellen, maakte hij bezwaar tegen het feit dat ik, wat feedback is, dat ik dat controle noemde. Want dat wilde hij niet bij mensen. Hij wilde mensen niet controleren. Ja. Dat vond hij een inhumaan titel voor wat mathematisch precies hetzelfde construct is natuurlijk. Ja. Vind jij de psychologie in het algemeen genoeg opschuiven richting die ideografie? Of blijft het nog steeds te nomothetisch? Ik moet zeggen, het heeft een enorme boost gekregen door het werk van mijn oude vakgroep in Amsterdam, onder leiding van Han van der Maas. Yeah. Die hebben die netwerkbenaderingen latente variabelen ontwikkeld. Yeah. Dat heeft Han in feite ontwikkeld in zijn eerste artikel. En als je een tijdserie model hebt, bijvoorbeeld een vector autoregressief model, dan kun je daar een mooi netwerk van maken. Dus elke var correspondeert met een bepaald netwerk tussen die variabelen. Dus dan kun je netwerkanalyse uitvoeren op verschillende tijdseries. En dat heeft men nu gedaan, met name in de klinische psychologie. Ja. En dat is een hit. Dat is een hit. Nu doel je op het werk van Danny Borsboom met die DSM als een netwerk van hoe zeg je dat? Van symptomen. Symptomen. Ja. Daar doe je nou op de... Ja, dat is. Maar natuurlijk ook in het onderwijs zelf. Uh-huh. Dat je zoveel mogelijk individuele metingen doet en die trajecten volgt. En Han heeft in zijn internetproject. Die verzamelt nu tijdseriedata van kinderen tijdens hun ontwikkeling. In dat MathGarden project. Ja. We begonnen dit gesprek dat je zei van jouw motivatie om psychologie te gaan studeren was om jezelf beter te begrijpen. Hè? Ook door de kliniek waar je in gezeten hebt. Ben je jezelf beter gaan begrijpen? Door hoe intensief jij je bezig hebt gehouden met ontwikkeling en met verandering. Ben je je eigen ontwikkeling en je eigen verandering in het leven, ben je die beter gaan begrijpen? Ik heb, zoals ik eerder al opmerkte, heel veel psychofysiologisch onderzoek gedaan. Ja. Met name EEG, MEG-analyse. Ja. En later fMRI-data. Ja.
Dus ik ben altijd heel erg intensief bezig geweest met de werking van de hersenen. Ja. Maar ik ben altijd een dualist gebleven. Ik geloof nog altijd heilig dat, dat je innerlijke ik, dat dat niet reduceerbaar is tot fysische processen. Want ja, waar zou je dat in de Maxwell equations moeten stoppen, zo'n begrip? Dat bestaat helemaal niet op elektrodynamisch niveau. Ja. En of het nu de kwantumversie is of de klassieke versie, er is gewoon vrijwel geen mogelijkheid om dat soort concepten onder te brengen in zo, ja, dus ik hoewel bijna al mijn collega's en studenten ervan overtuigd waren dat de geest volledig reduceerbaar is tot hersenactiviteit, ja, heb ik dat altijd. Maar ben je die epilepsieaanvallen die je op jonge leeftijd kreeg, ben je die beter gaan begrijpen? Doordat je zo met die hersenen bezig bent geweest? Met mijn kennis van epilepsie, en die is heel gering trouwens, want ik heb me daar nooit erg op gericht. Ja. Kunnen we nu concluderen dat er geen echte epileptische toeval is geweest? Ja. Want hij duurde uren. Ja, en hij kwam ook maar één keer voor. Ja, ja. En toen kreeg ik medicijnen tegen epilepsie. Ja. En die hadden een hele negatieve uitwerking op mij. En daar is tenslotte ook mee gestopt. Ja. Dus het was geen epilepsie. Ja, maar goed, dat zijn dingen die, die later bekend zijn gekomen. Ja, ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat, dat het een samengaan was van... Ik had een vreselijke moeder... Echt, die kon je echt terroriseren. Uh-huh. En daar was ik vreselijk angstig voor. Uh-huh. En ja, er moet ook een genetische component in hebben gezeten. Uh-huh. Want zowel mijn moeder als mijn biologische vader, die ik later op 19-jarige leeftijd voor het eerst leren kennen. Oh, toen pas. Ja, die waren allebei enorm driftig. Dus ja, ik heb daar wel iets ook van meegekregen, wat heeft mij bijgedragen. Ja. Denk je ook wel eens terug, je bent psycholoog, vooral een wetenschappelijk psycholoog. Denk je wel eens terug aan die periode van toen jij in zo'n kliniek zat? Hè? Dan kreeg je met psychiaters te maken, met psychologen. Denk je wel eens terug aan hoe die hun vak met mensen beleven? Had je goede ervaring met hun, met de andere kant zeg maar, van de psychologie en de psychiatrie? Nou, in Zwolle niet. Nee, bij die psychiaters niet. De. Waar ik al die behandelingen kreeg, ja, daar heb ik geen goede ervaring. Ja. Maar op Veldwijk wel. Ja. En die film, die film One Flew Over the Cuckoo's Nest, die heb je ongetwijfeld waarschijnlijk ook wel ooit wel eens een keer gezien. Ja. Hoe heb jij die film, toen je die voor het eerst zag, heb je een bepaalde herinnering aan? Ik heb heel veel, of een hele serie electroshocks gehad, waarvan verschillende onverdoofd. Jezus. Dus simply application. Ja. En ik heb die insuline kuur gekregen. Dat ik insuline ingespoten kreeg. Ja. En dan buiten westen raakte en dan weer bijkwam. Ja. Nou, van die electroshocks heb ik heel weinig na-effecten. Ja. Ja, sommige stukken uit mijn herinnering zijn weg. Ja. Maar that's it. Maar van die insulinekuur heb ik jarenlang enorm last gehad van als ik dan angstig was. Dan begon ik enorm te transpireren. En dan was ik helemaal nat van de transpiratie. Ja, en het ja. is begonnen na die insulinekuur. Ja, 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 en later ja. heb ik begrepen dat de death rate, dus de kans dat je eraan kon overlijden, zo'n beetje 8% was, of zo rond de 10%. Dus het was ook nog super gevaarlijk om te doen. Oh, ja. Dus ja, ik heb aan die insuline shocks, daar heb ik dus meest slechte herinneringen. Goh. Doe het nooit meer. Nee. Electroshocks, daar kan ik mee leven. Die schijnen een effect te hebben op heel ernstig depressieve patiënten. Ja, dus, en nogmaals, je hebt er nauwelijks na effecten. Ja, ik vind het bijzonder dat je dit deelt ook hoor, gewoon Peter. Dus dat is afsluitende vraag eigenlijk. Je gaat met alle wijsheid van nu. Had je toch liever psychiatrie willen studeren of wiskunde dan het pad wat je nou begaan bent? Of... Dat is een moeilijke vraag. Want wiskunde is mijn grote liefde. Ik doe het nou niet meer. Ik lees nu geen of vrij weinig wiskunde. Vrijwel niks meer.
Maar ik heb mijn hele leven lang, ik heb me in alles wiskundig, de Maxwell equations, de Schrödinger equation, de kwantumfysica, ik was met van alles en nog wat continu bezig, als het maar mathematische theorie was. Dus ja, ik vind het heel moeilijk. De psychologie is natuurlijk het mooiste onderwerp wat er is. Nee. Het is het beschrijven van de interactie tussen lichaam en geest. Ja. Want laten we eerlijk zijn, er is nog steeds geen sluitende materialistische verklaring voor geestelijke vermogens. Ja. Ondanks alles wat we continu vinden in fMRI hersenonderzoek. Begrijp me goed, er zijn altijd hele boude beweringen van meestal fysici die beweren dan de connectie te hebben gevonden. Ja. Maar ja, ik geloof daar niet in. Waar komen begrippen als ethiek, waar komen die terecht binnen de fysica? Hoe kun je dat verklaren? Dat is, nee. Dus ik ben en blijf een dualist. Ja. Dankjewel dat je mee wilt doen aan deze serie. Ja, ik ben af en toe een beetje springerig in mijn gedachten. Ik hoop dat je me daarvoor vergeeft. Ik hoop dat ik mijn enthousiasme voor de psychologie heb overgebracht. Het is een prachtig vak. Zeker. Werkelijk. Dat als je het op een persoonlijke manier invult, waarvoor die ergopolische benadering staat, en die nu door vele collega's wordt uitgevoerd en verfijnd, en waarbij we ook between subject variatie kunnen betrekken, dan heb je een prachtige toekomst. Ja, nou, dat lijkt me een heel mooi einde van dit gesprek. Dankjewel. Nou, leuk je ook weer gesproken te hebben en ik wens je van alle goeds, ook fysiek. Hey, het gaat goed met je. Ja. Het gaat goed met je. Hey, dankjewel. Ja. Hè. Hey, take care. Hè. Hey, ciao, dag. Thank you.